Maatschappijleer 1, hoofdstuk 6, paragraaf 1. Steeds meer geweld. Oftewel de vraag, hoe erg is het geweld in Nederland? Gewelddadige criminelen. Criminaliteit is in Nederland een belangrijk maatschappelijk probleem. Veel mensen hebben last van criminaliteit. Criminaliteit staat dan ook omschreven als alle misdrijven die volgens de wet strafbaar gesteld zijn. Wetten waarin je kunt vinden wat strafbaar is, bijvoorbeeld het wetboek van strafrecht, de opiumwet of de wegenverkeerswet. Er zijn allerlei verschillende soorten misdrijven. Zo heb je zinloos geweld, hacken, het plegen van een overval, en je hebt ook misdrijven waar bijvoorbeeld meer om psychische mishandeling gaat. Die zijn dus wat minder zichtbaar. Verkrachting is daar ook een voorbeeld van. En je hebt nog terrorisme. Geweld op school en als je uitgaat. Het gebeurt steeds vaker dat op school geweld voorkomt. Iemand die bij zijn kluisje in elkaar geslagen wordt, bedreigd wordt of lelijke teksten op zijn kluisje heeft staan. 11% van de jongeren in Nederland geeft aan wel eens met geweld op school te maken hebben gehad. Tijdens het uitgaan komt geweld ook veel voor. Dit komt met name door de invloed van alcohol, drugs. 75% van alle Nederlandse jongeren geeft aan zich wel eens onveilig te voelen tijdens het uitgaan. De jongeren die problemen veroorzaken zijn vaak jongeren die problemen thuis hebben of uit een kansarme situatie komen. Maar neemt het geweld in Nederland wel toe? Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek daalt criminaliteit al jaren. Echter, sommige vormen van criminaliteit zijn wel degelijk gestegen. Denk maar aan computercriminaliteit, wat steeds vaker voorkomt. Andere soorten zijn weer gedaald, zoals bijvoorbeeld inbraken, doordat sloten en beveiliging beter is geworden. En het heeft ook te maken met wat strafbaar is. En hoe makkelijk iets op te sporen is. Computercriminaliteit is wat minder zichtbaar als bijvoorbeeld inbraken.